Ik ben hier in Drachten. Daar is een supercharger voor Tesla, maar ook de meldkamer Noord-Nederland, waar meer dan 500.000 telefoontjes plaatsvinden van 112. En daar wilde ik meer van weten. Roel Barkhoff, communicatie meldkamer Noord-Nederland. Hoeveel telefoontjes vinden hier nou plaats? Meer dan 500.000 per jaar. Hoeveel levensbedreigend? Zeg maar pakweg 130.000. Oké, wat komt hier allemaal voor soort binnen? Politie, brandweer, ambulance. Eigenlijk al dat soort hulpvragen komen allemaal binnen uit Friesland, Groningen en Drenthe en van de Waddeneilanden. Ja, je zegt 126.000, 130.000 zijn levensbedreigend. Wat zijn die andere 400.000? Waar bellen mensen voor? Oh, dat wil je niet weten. Over van alles en nog wat. Ik ga er nog net niet over wanneer de winkels open zijn. Maar ik kan ze allemaal soms zo gek niet bedenken wat er hier binnenkomt. Ja, ja. Maar kat in de boom, stroomuitval, ja. Echt dingen die helemaal niet serieus zijn? Dat kan natuurlijk best hartstikke serieus zijn als je kat in de boom zit. En je bent er heel erg aan gehecht en je zit er al 3 dagen. Maar daar komt de brandweer ook voor. Want hulp aan mensen aan dieren in nood, ja, dat is een brandweertaak. Okay. Maar er komt echt van alles binnen. En we hebben wel eens de indruk dat mensen steeds makkelijker bellen met 112. Oké, dus wat dat betreft aan groei geen gebrek. En behalve telefoon kun je hier ook op een andere manier ook communiceren met een meldkamer. Was het maar zo. Wat dat betreft, we zijn heel op een aantal terreinen, maar onze hoofdingang is toch nog echt wel steeds gewoon doodordineer de mobiele telefoon of de vaste lijn. Het is de meldkamer van de Rijkspolitie in de jaren 60. Eind jaren 70 hadden ze al computers, personal computers. En zo zag een meldkamer eruit 5 jaar geleden. Roel Barkhoff, je bent communicatie van de meldkamer. Wat gebeurt hier? Hier komen alle 112 telefoontjes uit Noord-Nederland binnen. En als we even door het glas kijken, dan zien we in de hoek daar de brandweer. Daar bij tafel 6 bijvoorbeeld, daar komen alle telefoontjes van de brandweer binnen. Daarachter bij de gele bordjes, daar komen alle ambulance meldingen binnen en worden daar bewerkt. En de andere helft van de meldkamer, dat is voor de politie. Daar handelt de politie alle meldingen af. Oké, en wat gebeurt hier in het midden? Hier in het midden zit de KACO, dat is weer van dat jargon, daar hangt het hier van aan elkaar. Dat is de calamiteitencoördinator en dat is eigenlijk de persoon die met de samenwerking binnen de meldkamer heel goed lopend moet houden. Zeker bij grotere incidenten. Oké, en die kan dus ook gewoon zeg maar allemaal dingen aan elkaar knopen? Ja, die heeft ook zicht op wat er allemaal gebeurt in de meldkamer aan meldingen en die coördineert de samenwerking. En wat voor samenwerking is er dan eigenlijk? Dat kan heel verschillende samenwerking zijn. Dat kan het met elkaar meelezen van de meldingen, zodat de ambulance kan zien waar de politie mee bezig is of de brandweer wat er precies allemaal speelt. Maar dat kan ook daadwerkelijk zijn op de vloer. Onder leiding van de calamiteitencoördinator hebben we dan wat dan heet een gripoverleg. Dat is een opgeschaalde vorm, dat is ook weer van het jargon, waarbij er heel nauw wordt samengewerkt door de diensten. En die komen ze bij elkaar aan een tafel die midden in de meldkamer staat. En daar wordt dan overlegd over wat gaan we doen, wie doet wat en hoe steken we dat aan de vork. Oké, maken jullie allemaal gebruik van hetzelfde systeem? Wij maken voor een groot deel allemaal gebruik van hetzelfde systeem. Dat is het gemeenschappelijk meldkamersysteem, het GMS. Daarnaast maken politie en ambulance ook nog wel gebruik van eigen systemen waarin ze heel specifieke dingen kunnen delen. Met name de ambulance is gespecialiseerd. Die hebben ProQA. Dat is een systeem waarmee ze meldingen kunnen uitvragen als je belt met 112 om op heel snel achter te komen wat er precies aan de hand is. Okay. Marjan van Ewijk, je bent directeur van Meldkamer Noord-Nederland. Hoe ziet die kamer er over 10 jaar uit? Totaal anders dan nu. Dus waar ik denk dat er gaat gebeuren, is dat de meldkamer heel goed moet gaan nadenken over zijn bestaansrecht. Mm-hmm. Want het gaat volledig transformeren. Wat ik nu al zie gebeuren, is dat iedereen een smartphone in zijn hand heeft. En dat wordt de manier, het middel, om in de toekomst eigenlijk om te gaan met meldingen. Wat ik denk, wat ik voor mij zie, is een meldkamerachtige constructie die in staat is om supersnel, superactueel een beeld te kunnen genereren van wat er buiten gebeurt. Waarbij er een totaal overzicht is van risico's en dreigingen. En een meldkamer die volledig in staat is om in te spelen op maatschappelijke initiatieven. Reageert hij dan ook alleen maar op meldingen of is hij ook meer proactief bezig om überhaupt allerlei dingen te bekijken? Uiteraard is de crux daarin dat je voorspellend kunt gaan werken. Dat je proactief kunt gaan werken. En wat je dan gaat zien is dat wij met het overzicht wat wij hebben alvast incidenten kunnen gaan voorkomen. Je gaat merken dat incidenten helemaal niet meer zullen gaan plaatsvinden, omdat wij ze gewoon al voor zijn geweest. Maarten Postma, je bent vanuit de politie ben je bezig met innovatie in die meldkamer. Wat gebeurt er nou in die meldkamerwereld op het ogenblik?
Binnen de meldkamer gebeurt op dit moment van alles. Wij zijn aan het ontdekken waar we naartoe moeten met de meldkamer van de toekomst. Hoe die eruit gaat zien, welke mensen hebben we nodig, welke middelen en wat voor techniek komt erbij kijken. Ja, jij reist dus de hele wereld rond. Je bent net aan zo'n congres geweest. Waar vindt nou de innovatie plaats eigenlijk op het gebied van meldkamers? Nou, de hele wereld rondreizen. Ik ben een paar maanden terug naar New Orleans geweest. Een grote congres op meldkamergebied. Om te kijken wat daar allemaal speelt, welke landen zijn toonaangevend, hoe doen wij het in Noord-Nederland. Hoe doen wij het in Noord-Nederland? Ik denk, en daar ben ik zo eigenwijs om te zeggen, dat wij in de wereld toch wel toonaangevend zijn. En we bij de top behoren op het gebied van samenwerking en naar de proactieve kant waar we naartoe willen. Ja, die innovatie dat je al die verschillende diensten, dat die goed met elkaar samenwerkt, dat is heel innovatief. Het gebruik van mijn mobiele telefoon. Hè, dus bijvoorbeeld een 112-app. Komt die er ook, zodat veel meer intelligentie van mijn mobiel met mijn fotootjes en mijn videootjes gaat? Gaat dat allemaal komen? Ja, daar zijn we ook zeker mee bezig. Er is een 112-app in ontwikkeling, daar wordt nagekeken. We kijken naar de inzet van drones, virtual reality, augmented reality en een mix daarvan. Dus we houden alle mogelijkheden open. Oké, over 10 jaar, hoe ziet die er dan uit? Hoe de meldkamer over 10 jaar eruit ziet, dat is een hele interessante vraag. Ik denk in ieder geval heel anders dan nu. En daar waar we nu heel erg reactief bezig zijn, er komt een telefoontje binnen, zijn we zometeen heel erg proactief bezig. En ik zie dat er nou veel minder telefoontjes binnenkomen en dat het via andere communicatiekanalen gaat. En daarin gaan we heel proactief aan de slag. Geweldig zo'n rondleiding bij zo'n instituut. Er zitten 220 mensen die gewoon daar die 500.000 telefoontjes zitten te antwoorden. Levensbedreigend. En daar gaan natuurlijk de moderne communicatiemiddelen gaan daar gewoon toeslaan. Het feit dat wij allemaal gewoon een HD-studio en een fantastische plaatsbepaling met alle informatie bij ons hebben. Dat zal ervoor zorgen dat het op een andere manier gaat. En ook dat ze toegang hebben tot alle big data en alle artificial intelligence systemen die je maar kunt verzinnen. Die meldkamer, die gaat flink veranderen. Wordt interessant.